In het Polbroekpark wordt een hangplek gerealiseerd voor de jongeren van Meerwijk. Het is een burgerinitiatief dat ondersteund wordt door de politie, de handhaving, de gemeente, de wijkraad en welzijnsorganisatie DOC. Zonder burgemeester en zonder de voorzitter van de wijkraad, dat die bij deze geopend is. Nou, dus we kunnen nu weer doen. Schilderen! Ik ben totaal niet goed in, weet je. Hè? Laten we eens even kijken. Over die roestheen. Ja! Hatsie! Ik heb nog zo'n rollen. Hier, dit stukje hierboven. Zijn jullie blij met jullie hangplek? Jazeker. Jazeker! U bent initiatiefnemer toch van dit project? Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen? Ik weet het niet. Met een heleboel vijven en zessen. Tientallen instanties. Ik wist niet waar ik me in begaf. Tientallen instanties die ik inmiddels zich ermee bemoeid heb. Maar het uiteindelijke resultaat was dit. En daar ben ik voor gegaan. Ik wilde een hangplek voor de jongeren. En die staat er. En nu bent u lekker aan het schilderen? Ja, ik moet een beetje meehelpen. Ik had wel verwacht dat er een stuk of 20 jongeren waren ook. Maar de meesten zitten nog op school. Het is natuurlijk vrijdagmiddag 1 uur. We hebben er een paar gespijbeld, maar niet allemaal. Wat is de rol als wijkraad geweest in de realisatie van deze container? Dat was meest adviserend. En overal meegaan, want ze hebben zelfs in de raad moeten inspreken. Om dus de bewoners zover te krijgen dat ze ermee instemden. We hebben goede hoop dus dat niemand last heeft van deze kinderen. Ik help ook maar even mee. Ik ben tenslotte ook een jongere. Maar of ik hier ooit ga hangen, dat weet ik niet.